Zometeen in DBC Nieuws van woensdag 6 december. Concert Lokale Mannen 4 keer uitverkocht. Hoe bevalt koopzondag in Boksel? En wat deed ex-profwielrenner Michael Bogert in Boksel? Bij Plus houden we van blije klanten. Daarom kun je sparen voor het gratis boodschappenpakket ter waarde van €50. Daar zit van alles in voor iedereen. Beste wafels. Die is voor mij. Nee. Doe niet zo flauw, joh. Nu bij Plus. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Expert Bokstel. Welkom bij DBC Nieuws. DBC Nieuws is een samenwerking tussen Omroep Dommeland en Brabant Centrum. De afgelopen jaren sloten veel winkels in het centrum van Bokstel hun deuren en verhuisden enkele ondernemers vanuit de Stationstraat naar andere locaties. Maar ook een aantal nieuwe winkels openden haar deuren in hartje Bokstel. DBC-reporter Hans van Haren vroeg aan passanten wat zij van Koopzondag en het winkelaanbod in Bokstel vinden. De reacties van het winkelpubliek variëren van goed tot saai en ronduit slecht. De wens om meer sfeer en gezelligheid in het winkelgebied te creëren werd zondag dan ook regelmatig uitgesproken. Wat vinden jullie van het winkelaanbod in Boksel? Niet zo heel veel. Nee, dat is niet zo heel veel. Nee. Wat vindt u ervan? Ja, ook niet. Zijn de mensen een beetje tevreden om hier te winkelen? Dat denk ik wel, ja. Eén ding vind ik jammer, dat er weinig winkels of winkelpanden leeg staan. Maar ik vind het wat er is, vind ik gezellig, goed, ruim. Weinig. Heel saai. Ik vind het prima. Ik ga kijken gewoon wat ik nodig heb. En zo af en toe loop ik Boksel binnen en soms zit ik in de stad. Ze worden steeds meer tevreden. Ze zijn ook heel blij met de nieuwe winkels die erbij gekomen zijn in het centrum. In de Stationstraat is een nieuwe winkel. In de Kroon zijn een paar nieuwe winkels. Op de Markt is een nieuwe zaak geopend van de week. Ja, er is wel voldoende, maar het wordt steeds minder eigenlijk. Ik zie steeds meer dat er winkels weggaan en dan blijft het een beetje leeg achter, zeg maar. Ja, valt tegen. Is niet zoveel meer. Hier zijn niet zoveel winkels. Het is best wel weinig. Dus daar zijn de mensen heel erg content mee. Het gaat dus heel erg goed in het centrum van Boksel. Het gaat langzaam de goede kant op het centrum van Boksel. En het gaat zeker niet slechter dan op een ander. Slecht? Gewoon ronduit slecht? Ja, ik vind het zo jammer. Net als met zo'n koopzondag ook. De helft is open, de andere helft is weer dicht. Het motiveert ook niet, het stimuleert ook niet om te zeggen van nou, we gaan nog eens lekker in Boksel winkelen. Dat vind ik jammer. De gemeente moet doen wat ze moeten doen en dat wil dus zeggen faciliteren voor de ondernemers om te kunnen ondernemen. Maar ik moet zeggen, met name het gemeentebestuur, die probeert er echt zijn schouders onder te zetten om daar aan mee te werken. Wat zou er dan moeten veranderen? Een beetje gezelliger maken. Ik vind hier een mindere sfeer als in andere dorpen. We moeten met z'n allen meer positiviteit uitstralen en meer elkaar van alles gunnen. Dan zijn we een heel eind in de goede richting. Het enige wat ik mis is een echte boekwinkel. Ja, meer kledingzaken en eentje van allerhande artikelen. Ja, gewoon dat het hier gezelliger wordt. 3/4 van de winkelpanden hier staan leeg en er is eigenlijk gewoon geen ene reet te doen hier. We moeten met z'n allen meer positiviteit uitstralen. Wat ik mis is gewoon, het is lastig om aan te geven, maar gewoon gezellig. Door de straat heen lopen, winkeltje in, winkeltje uit en gewoon kijken, dan word je verleid tot kopen. En dat is een beetje wat ik wel zoek. Gisteren was het druk, druk, druk. Wat ik mis, ja, iets van een parfumerie of zo. Dat... Een leuke schoenenwinkel nog erbij, kledingwinkels. Ja, gewoon zeg maar meer kledingwinkels. Zou ik eigenlijk zo niet weten, nee. Nou, dat ze niet allemaal meedoen met zo'n koopzondag. Dus als je koopzondag hebt, moet je zorgen dat je allemaal open bent. We moeten met z'n allen meer positiviteit uitstralen. Kopen jullie ook wel eens via internet? Nee, dat doe ik nooit. Zelden? Ja, maar dat is vooral kleding. Ik niet. Ja, ik wel, meest voor hem. Nou, ik ga liever naar de stad, ik kon toch wel passen. Maar dan ga ik wel buiten Boksel. Ja. Ik koop weinig via internet en eigenlijk is hooguit 1 of 2 keer per jaar. Oh ja, dat doe ik ook, ja. En wat zijn dat dan voor producten meestal? Ja, meestal kleding. Heel vaak. Ik probeer het eerst in het dorp, maar ja, vaak toch via internet. Kleding? Mijn man wel. Ja, soms. En wat is het dan? Wat voor soort producten?
Ja, dat is meestal huishoudelijke dingen. Diervoerder. We hebben ook een centrummanager hier in Bokstel. Wat moet die nog doen? Die moet doen wat hij aan het doen is. Met enthousiasme proberen het beste te doen wat binnen zijn vermogen is. Meer kan hij niet en meer moet hij ook niet doen. Ja, sfeer en gezelligheid was er zaterdag zeker tijdens het tweede uitverkochte huiskamerconcert van de lokale mannen. In cultureel restaurant Vandaag Kookt gaven de drie muzikanten het publiek een intiem kijkje in hun persoonlijk leven. Met zelfgeschreven poëtische nummers wisten zij de luisteraars van begin tot eind te boeien. Nou, mensen, wij zijn de lokale mannen. Lokaal uit Bokstel. En Liemde. Ja, goed, ja, Liemde is officieel toch echt Bokstel, hoor. Maar goed, mijn naam is Wim Kuipers. Mijn naam is Harry Hendricks. Peter van Hurk. En ja, wij hebben vandaag onze tweede show bij Vandaag Kookt. Er komen er nog drie aan. En misschien naar de rand nog wel meer. Wat vindt u ervan vanavond? Nou, het is hartstikke gezellig, hè? En mooi. Ze maken mooie muziek. Akkoorden zijn heerlijk. Ik geniet van de muziek en van de ritmes. Alles klopt. En ik kom bijna niemand tegen. Handen tikken rustig op het stuur. Voeg de muziek tot op den duur. De ruiten is ons meebewegen. Wat vindt u ervan vanavond? Ja, leuk. Prachtig. Mooi nummer. Nummer van de handen vond ik heel mooi. Ik ken een liedje van iemand die dat over vrouwenhanden zingt. Hè? Dus ik lijk op moeder, maar dit is prachtig nummer. Ja. Ja, het derde en de vierde concert van de lokale mannen van 19 januari en 4 februari zijn inmiddels ook uitverkocht. Vanwege de grote belangstelling vindt daarom op woensdag 7 februari een extra optreden plaats. Ja, van lokale mannen naar voormalig wielrenner Michael Bogert. Michael Bogert sprak vrijdagavond in Podium Bokstel tijdens zijn zogeheten wielercollege onder meer over zijn intense drang naar succes. Zijn overwinningen als Nederlands beste klassementsrenner, het winnen van de Amstel Gold Race en over zijn zegens in de Tour de France. Aan de hand van interviewer Eddy van der Leij nam Michael Bogert de Bokselse toehoorders mee op een onthullende tocht door de periode van 10 jaar dopinggebruik en de jaren waarin hij de keerzijde van de medaille heeft ervaren. Dan gaan we nu over naar kersverse Bokselse kampioenen. Tafeltennisvereniging Taverbo Sabo speelde jaren in de regionale hoofdklasse. Vorig jaar wist de club voor het eerst in haar geschiedenis de landelijke derde divisie te behalen. Zaterdag werd het team kampioen tijdens de uitwedstrijd in het Limburgse Wessem en promoveert hiermee naar de landelijke tweede divisie. Dit is bijzonder omdat nu slechts 3 Brabantse clubs op dit niveau spelen. Het winnende team van Taverbo Sabo bestaat uit Michel Sperling, Amber van der Velde, Stefan Bernhard en Marlotte Staps. Staps speelt vanaf haar jeugd bij Taverbo en verloor tijdens deze competitie slechts 1 partij. De spelers mogen nu gaan bewijzen dat ze dit hoge niveau aankunnen. Een pittige uitdaging. Te meer omdat speler Stefan Bernhard de komende periode niet inzetbaar is. TBC Nieuws maakte een korte reportage van deze kampioenswedstrijd. Vandaag staan we op het punt om kampioen te worden in de derde divisie. En dat is echt een uniek hoogtepunt voor Taverbo. We zijn een jaar geleden een klasse lager kampioen geworden. En nu staan we alweer voor het unieke moment dat we wederom een kampioenschap kunnen behalen. En dit keer zouden we dan gaan promoveren naar de tweede divisie. Wat in deze regio al behoorlijk hoog is. Er zijn, voor zover ik me dat heb laten vertellen, zijn er slechts 3 clubs in Brabant die rond hetzelfde niveau spelen. Dus dit is voor Bokstel is het echt uniek. Als Stefan Bernhard deze
komt nu met 9-8 voor. Als hij deze game wint, is de winst binnen, is het kampioenschap binnen en is promotie naar de tweede divisie binnen. Nog steeds is het niet gedaan. Nu komt het NLD bij. 11-10 voor Stefan Bernhard en daarmee nog 1 punt voor de overwinning. En hij is binnen. Kampioenschap is binnen. Super mooi voor de club, een mooi hoogtepunt. De club heeft nog nooit eerder tweede divisie gespeeld. Nu spelen we sinds een jaar in de derde divisie en worden we ook meteen kampioen. Dus dat is super mooi. Hoe acht je je kansen in de tweede divisie met dit team? Ik denk wel, we hebben een hartstikke goed seizoen gedraaid. Met z'n vieren hebben we gewoon hele goede resultaten neergezet. In de tweede divisie wordt het afwachten, maar ik denk dat we zeker niet kansloos zijn. Tijdens carnaval 2015 maakte Frank van Hees als toenmalig prins Donald de IV van Indegat bekend dat bij gelegenheid van 55 jaar openbaar carnaval een standbeeldje zou worden geplaatst. Komende zaterdag is het zover. Financieel werd het standbeeldje mogelijk gemaakt dankzij veel donaties van carnavalsvierders en de verkoop van een in beperkte oplage verschenen genummerde serie van kunstcertificaten. De gemeente Bokstel schonk de sokkel. Een wit marmeren restant van het altaar uit de vroegere Maria Regina Kerk. Het was het DBC Nieuws van deze week. En u kunt ons ook online volgen via de mediakanalen van Omroep Dommeland en Brabant Centrum. Voor nu dank ik u voor het kijken en graag tot volgende week.